Dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van Euro Truck Simulator 2. Aflevering, volgens mij 29, maar ik weet het niet helemaal zeker. Ik ga eens even checken of alles er doet en dan gaan we lekker verder met deze nieuwe aflevering. Yes! Ik zei net, we hebben al 6.800 kilometer gereden, alleen dit ging dus helemaal mis. Ik ga eens even kijken hoe het met ons rust gesteld is. En we gaan nu eens eventjes een opdracht nemen. Ik heb hem al geladen. Nou, net ook al. We gaan niet rijden. Bram. We gaan naar de arbeidsmarkt. Ik wil niet rijden, dat zei ik net. Escape. Ja, arbeidsmarkt. Vrachtcentrum. En we zijn nu in Lyon. En oeh, Straatsburg. Goed, 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 goed. TNT Iglo. Iglo Vistus. Nou, dit lijkt me toch wel even wat minder. 3 uur DNL. En dit is hoge waarde. Nou, dan nemen we deze gewoon. Oh, handrem eraf. Handrem erop. Handrem eraf. Haha. Oh, daar zat onze vracht al. Nou, dan moeten we dus eerst weer helemaal hier naartoe. En weer achteruit. Achteruit rijden is ook een vak. En dan gaan we richting Straatsburg. Ik ben er deze vakantie nog geweest. Straatsburg. Oh nee, dat is Freiburg. Laat maar. Freiburg was ik geweest. Een vracht met hoge waarde, dus daarom laten we maar eventjes. Oh, hey, hallo. Nou, laten we maar eventjes rustig rijden, wou ik zeggen. Maar oh, mijn hele toetsenbord doet het dus niet. Dat is het dus. Oh, gelukkig maar 1% aan mijn truck. En daar gaan we. Ik ga eens eventjes kijken wat voor route we rijden. Kunnen ze even misschien nog even wijziging brengen aan de route. Oh, we gaan dus nu over een B-weg. En de rest is allemaal snelweg. Dat is mooi. Dus veel rechtdoor. Dat is wel makkelijk. We kunnen gewoon lekker doorjakkeren. Of rijden. En er wordt hier weer gecontroleerd. We zijn uit Lyon. Mogen je 70 en let's go. Nu mogen we 90. Nou, onze navigatie zegt dat we 80 mogen. Maar we rijden gewoon 90. Wordt niet zo vaak op bekeurd. Want deze vrachtwagenchauffeur is lekker snel. Ja, snel maar wel wat schade. Heb ik nou nog veel schade? Nee, alleen aan mijn truck. Ja, nou ja. Nou, nu even serieus. Kom op. Oh oh, niet te ver.
Genève en Dion. Dion, Lyon, Genève. Jeetje, Mina, je wordt er heel gek van. En we mogen hier weer 80. Dus dat gaan we ook rijden. Waarschijnlijk gaan we iets harder straks. Maakt niet uit. We gaan een bergje beklimmen. Na een bergje. La la la. En we moeten daar straks een scherpe bocht. Ja. Ja. Gas. De bocht is iets minder scherp dan ik dacht. Maar met 81 gaat het toch wat beter dan met 91. Dus één ding wat zeker is. Ik doe even mijn headset goed zo. Dan zit hij wat lekkerder. Zo. Rechtdoor hier. Even voorrang. Misschien moeten we ooit nog eens een keer daar naartoe. Vast wel. Wow, die gaan gewoon met 80 door deze bocht heen. Met 60 gaat dat nog moeilijk. Ah, dit is wel leuk sturen zo. Met al die bochten. Ja. Ah, het ging zo lekker. Dit wel. Mocht hier echt gewoon maar 50 door een tunnel. Ook nogal wat oud achter mij. Bordje. Nou, reis door, reis door, reis door. Reis door. Aansluiten. Zit ook mijlenver achter mij. Rij eens gewoon door. Oh, mag je nog steeds met 50 natuurlijk. Natuurlijk. Kijk, waarom rijden ze niet door?
Ja, en hij moet net... Oh, kijk, dat is mooi. Hehe. Wat een stomme auto. Gas. Je kunt tenminste weer 80 rijden. Ik gooi hem even vol. Dieselprijs 1,44. Ja. Oh ja. €200, €300. Zo, er gaat nog wat liter in. Hij is toch echt vol. Zo, dan ging weer €1000. Hij moet zich even cross op die snelweg natuurlijk, dus... Een grensovergang met Frankrijk en Zwitserland. Moet ik hier een vignet kopen ofzo? Of wat is hier aan de hand? We gaan eromheen, want... Oh, een ongeluk. Ik hoef geen vignet te kopen. Oké. Dan geen vignet. Maakt niet uit. Scheelt alleen maar weer geld. Nog nooit in Zwitserland geweest, in Euro Truck Simulator moet ik zeggen. Nou ja, ook nog niet in Polen en zo, maar... Mocht hier 90 met de vrachtwagen. Dit zijn altijd gevaarlijke bochten. Vooral met breekbare vrachten. Je raakt heel vaak dat paaltje daar. Zo, we can handle it. Hoe zacht rijdt hij wel niet? Ik denk dat we toch al wel best wel lang aan het opnemen zijn. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze aflevering van Euro Truck Simulator 2. En ik zeg tot de volgende keer. Bye.